Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Directies en raden van commissarissen SBM en EBS maken opwachting bij president Chandrika Persat Santokhi. President voert overleg met Vereniging Radio- en Televisiebedrijven Suriname. Minister Noor Mohammed schenkt 2 bussen aan commissariaat Coroni. VN Week afgesloten met UN 75 High Level Intergenerational Dialogue. En COVID-19 maatregelen blijven van kracht. Uitgangsverbod van 10 uur tot 5 uur in de ochtend. De directies en raden van commissarissen van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij en de NV Energiebedrijven Suriname hebben op vrijdag 23 oktober 2020 een opwachting gemaakt bij president Chandrika Persat Santokhi. Het staatshoofd vroeg de leiding van beide parastatale ondernemingen om een integraal plan in te dienen. Zowel de SWM als de EBS zal tot een winstgevend bedrijf omgebouwd moeten worden. Ook het stuk van bezuinigen kwam ter sprake tijdens het onderhoud. We hebben de president een indruk gegeven van de zaken die lopen bij de EBS. We hebben een aantal projecten die gaande zijn. De organisatie, wat er binnen de organisatie gebeurt. We zijn bezig met een reorganisatie van het bedrijf. En dat hebben we dus allemaal gepresenteerd aan de leiding van het land. Dat ze dus wat inzicht krijgen voor de zaken die zich afspelen daar. We zijn met een aantal projecten bezig. Die worden gefinancierd vanuit de IDB. Dat zijn projecten die ongeveer totaal met een bedrag van 90 miljoen hebben. Caribbean Development Bank, het heeft te maken met de straatverlichting. Daar zijn we ook bezig, die gaan we straks uitvoeren. Ook nog andere Caribbean Development Bank projecten die te maken hebben met onze versterking van ons netwerk. Om dus de energie op een veilige en efficiënte en effectieve manier naar de burgerij toe te brengen. En natuurlijk ook kijken richting de groei van Suriname, dat het allemaal verstevigd wordt. En die projecten heb ik dus dat gepresenteerd van wat de status is van die diverse projecten. Er zijn een aantal die lopen. En dus we zijn een aantal jaren, de komende 7-8 jaren bezig om dat soort dingen uit te voeren. Voor de IBS bereiden we ons wat dat betreft van gas voor op de toepassing van gas bij de opwekking. Want nu doen we het met zware olie. Zware olie is relatief duurder dan de gas. Dus als eenmaal die voorzieningen, we gaan daarvoor studies laten uitvoeren. Om te kijken hoe krijgen we dat gas in Suriname. En als die zijn uitgevoerd. Dan is het een kwestie van funding zoeken en ik denk dat die fundings beschikbaar zullen zijn. Er zijn instituten die je dat willen geven, omdat het niet alleen te maken heeft met de reductie van je kostprijs, maar het heeft ook te maken met je milieuomstandigheden en dat soort dingen, dat je dus je milieu beter gaat behandelen als je in plaats van gas zware olie gebruikt. Dus die studies gaan we uitvoeren en dan terug naar de tekentafel, terug naar de regering voor de afspraken om te kijken hoe we dan de implementatie gaan doen. Aan de andere kant, het pad van de renewable, dat heeft de energiewet van 2016 al de weg opengezet. Mensen mogen nu al op hun dak zonnepanelen plaatsen en energie terugleveren aan het net. En de volgende stap zal zijn dat mensen dus op vrije percelen of stukjes grond die ze hebben, zonnepanelen kunnen plaatsen en dan energie kunnen verkopen aan het net. Dus die dingen zijn wettelijk al geregeld. We zitten nu met de details. Die wij dan straks, en dat gaat dan gebeuren met de Energieautoriteit Suriname. Dat is het leidinggevende instituut die dat soort dingen bepaalt. Zodra zij zover zijn en hun deel bepaald hebben, kunnen we daarmee direct starten. En dan ook een bijdrage leveren qua renewable energy. Niet als IBS alleen, maar ook de Surinaamse gemeenschap kan daarbij een heel belangrijke rol gaan spelen. Het is van belang dat inderdaad de instructie die we meegekregen is om goed vast te stellen van aan de ene kant waar staan we, maar ook welke maatregelen er moeten worden genomen, welke investeringen er moeten worden gepleegd. Ook intern, zowel extern als wat er allemaal moet gebeuren om
op zo kort mogelijke termijn de Surinaamse bevolking van goed en gezond drinkwater te voorzien. Het is zeker haalbaar. Er zijn al belangrijke stappen gezet, maar we moeten inderdaad erkennen dat er nog gebieden zijn waar de mensen hetzij verstoken zijn van drinkwater, hetzij nog in onvoldoende mate van drinkwater voorzien zijn. Maar als we ervoor gaan en met de steun van de regering, dan denk ik dat het inderdaad op korte termijn kan. De samenwerking met het ministerie loopt prima. De ministerie heeft aangegeven dat er ook plannen zijn om de dienst te heractiveren. Met name in bepaalde gebieden, het binnenland is genoemd. En ik moet zeggen dat dat goede geluiden zijn om het samen te doen. De gebieden waar wij bezig zijn, dan wel de gebieden waar de dienst bezig zijn. Om dat samen te doen in plaats van het afzonderlijk te doen. De Vereniging Radio- en Televisiebedrijven Suriname, VRTS, is een belangenorganisatie voor mediaorganisaties in Suriname. Deze in 2006 opgerichte vereniging heeft op vrijdag 23 oktober 2020 een ontmoeting gehad met president Chandrika Persat Santokhi. In de congreszaal heeft het staatshoofd het te voeren beleid van zijn regering gepresenteerd aan de VRTS. VRTS-voorzitter Anwar Lal Mohamed heeft tijdens de bespreking met de regeringsleider van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele punten onder diens aandacht te brengen. COVID, ja, het gaat de goede kant op. Gelukkig. Laten we zo vasthouden. De cijfer die gaat van de minister van Volksgezondheid gaat ons de aanleiding geven, maar daar krijg ik morgen meer detailinformatie, waardoor ik zondag met mijn bekendmaking kan komen. En zoals het nu eruit ziet, kunnen we nu nog naar meer normalisatie. Kunnen een beetje gaan voetballen. Kunnen een beetje gaan sporten. Kunnen weer die contactsporten een beetje de gelegenheid geven. Maar nogmaals, blijft u even wachten. Het gaat de goede kant op. Maar pas op, zo ging het ook goed met een paar landen. En kijk wat er daar gebeurd is. Plotseling een tweede golf. Een derde golf. En die willen we niet hebben. Dus we gaan die COVID-protocollen strak handhaven, maar tegelijkertijd meer en meer liberalisatie brengen in de maatschappij. Om de economie op gang te brengen, om de samenleving weer die ademruimte te geven. We gaan ook kijken naar ons luchtruim. Er zijn een paar landen waar de internationale gemeenschap en zeker de CARICOM-staatshoofden criteria heeft ontwikkeld. En als je voldoet aan die criteria, dan kan je luchtruim open naar bilaterale consultaties. En dat noemt men, zijn kenmerken van een bubbel. En dat is niks anders dan een low risk. Als je voldoet aan de criteria van low risk, dan mag je luchtruim open. En we hebben nu een beetje in de regio gekeken. En niet uitgesloten is dat ik zondag bekend maak dat ons luchtruim open gaat voor bepaalde landen. Dat is wat de COVID betreft. De armoedebestrijding, daar kan het beter. Daar kan het systeem wat transparanter, daar kan het systeem wat sneller, de registratie kan sneller gaan, de distributie kan sneller gaan. Ik ben nog niet tevreden. Dat heb ik ook aan de vicepresident, aan de minister van Sociale Zaken ook kenbaar gemaakt. Het moet beter, het moet transparanter, het moet sneller, het moet effectiever. De mensen moeten sneller hun voedselpakketten krijgen. En ik wil namens het bestuur en de leden van de VRTS hier en nu verklaren dat u kunt rekenen op onze medewerking en dat wij een samenwerking op gebied van communicatie en ook op ander gebied bijdragen van onze kant volledig ondersteunen en dat ook daarop kunt u rekenen. Uiteraard, wanneer we samenwerken met de regering, zijn een aantal zaken waarop wij dus zullen letten. En dat zijn in de eerste plaats bijvoorbeeld dat er good governance is, dat er fair play is en dat er transparantie is. En ik heb de president deze drie zaken eerder al horen zeggen, maar ik wil het hier namens de VRTS ook zeggen dat wij onze nieuwsdienst eigenlijk, de meeste radio- en tv-bedrijven, die hebben een nieuwsdienst en actualiteitenprogramma. En de reporters die zijn elke dag op het veld. En ze kunnen namelijk de pulsslag van de samenleving als niemand beter voelen wat er gebeurt in die samenleving. Nou, ik vond het prettig eigenlijk. Maar ik had er wat meer van verwacht dat echt onze issues naar voren gebracht zouden worden. Nou, dat heeft de voorzitter van de VRTS wel doorgegeven.
En voor de rest is het informeel, dus er zal nog wel een meeting volgen, denk ik, met de minister of zo. Maar overal vond ik het wel prettig dat hij ons heeft, dat hij ons up-to-date heeft gebracht met de huidige situatie in het land. Het was nodig natuurlijk om de media-eigenaren ook uit te nodigen en natuurlijk aan te horen. En in zo'n informele setting kan het niet beter. Dus ik bedoel, ik apprecieer het en dat we ook uitgenodigd zijn. Het was nodig, het is nodig vanwege dus dat ik altijd ook kritiek heb van welke regering dan ook aan het zit. Dat ze dus dan met de gemeenschap in feite, toch? Dat ze dus dan met hun moeten communiceren. Maar de president heeft het ook beaamd van Anodesso, 100 eten, weet je. Het is niet wat het moet, maar ze zijn pas ook begonnen. Ik weet 3 maanden, dat begrijpen wij ook. Maar ik ben toch hierbij, ik ben altijd kritisch geweest en ik blijf kritisch de regering volgen om te zeggen van nee, de regering moet beter en veel beter met de gemeenschap communiceren. Dus dat is eigenlijk mijn standpunt. Maar dat de president vandaag de media-eigenaren bedrijven heeft uitgenodigd, vind ik prima initiatief. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft zich op zondag 25 oktober 2020 in Koroni georiënteerd over de stand van zaken met betrekking tot zijn ministerie in dit district. Bij deze gelegenheid heeft hij samen met Stanley Dijksteel van Bureau Eenheid 2 bussen overhandigd aan districtscommissaris Michael Winter. De bewindsman benadrukte dat de vervoersmiddelen ingezet moeten worden voor de gemeenschap en niet voor privédoeleinden. De bussen zullen voornamelijk tot nader orde dienen als schoolvervoer voor studenten van Koroni naar Nikeri. Een groot genoegen dat u ons die streek vandaag vereerd hebt met een bezoek. Uit de vele gesprekken die ik de afgelopen maanden met u heb mogen voeren met betrekking tot het werk, kan ik me trots zeggen dat u ons district een warm hart toedraagt en dat u met heel veel plezier hier aanwezig bent. Uw bezoek heeft een bijzonder karakter en wel één waar wij samen met mijn staf en de afdeling Openbare Werken Koroni uw deelgenoot gaan maken van de infrastructurele werken in het district die in een zeer deplorabele staat verkeren. Heer minister, de basis voor ontwikkeling is goede infrastructuur. Zonder goede infrastructuur geen ontwikkeling. Bij mijn installatie als DC heb ik de lat voor mezelf heel hoog gelegd aangaande het feit dat de regering Santokki-Brunswijk de wederopbouw van ons geliefd Suriname hoog in haar banieren houdt. Ook Koroni smacht naar ontwikkeling CQ wederopbouw. Met het rehabiliteren van de infrastructuur in Koroni zal een aanzet gegeven worden voor de wederopbouw. Ik geef u de garantie dat ik samen met mijn staf mij hiervoor bijzonder zal inzetten. Voor af te sluiten bedank ik voor de schenking van de bus, welke wij in het district een goede bestemming zullen geven. Als nieuwe minister van Openbare Werken, wij geconfronteerd zijn met heel veel staatsmiddelen, staatseigendommen, die precies zo verdeeld zijn geworden als cadeaus afgelopen maanden, jaar. De overeenkomst voor transportmiddelen staat vandaag op de website. Dus wanneer ik iets heb, dan kan een burger zien wat de overeenkomst is namens het ministerie van Openbare Werken. En in deze overeenkomst staat dat wij dat gaan overdragen onder voorwaarden en alleen ten behoeve van de burger, de maatschappij. Dus niet voor een speciale groep. Daarvoor zijn staatsmiddelen. We gaan regelen de overdracht tussen het ministerie van Openbare Werken en de DC. We regelen hier wie zorgt voor onderhoud, wie zorgt voor een kleine reparatie, wie zorgt voor benzine, wie zorgt voor de verzekering.
Wie zorgt voor de inning? Want dat is belangrijk. U gaat een deel van het geld lokaal moeten innen om de kosten te dragen. U bent vrij daarin als DC om inkomsten te vragen daaruit, zolang je dat goed regelt op papier. U gaat een deel ook krijgen. Dat staat hier geregeld. Mag zich morgen zeggen, meneer Nourmohamed, hierin, ik wil die bus niet meer opzeggen, kan ook. Het staat hier geregeld. We hebben alles goed geregeld. U moet niet denken dat ik een hibby afstoot. We hebben het geregeld en uiteindelijk vragen we ook dat u heel goed bijhoudt aan wie het gegaan is, wie heeft het gereden, waar is het gegaan, etc. Toch? En net wat ik zei, vervoer is er om te gebruiken, maar misbruik, dat gaan we niet toestaan. Dat is het verschil. Dat is wanneer je meer misbruik is, wanneer het ernstig is. Kijk, iemand een cadeau geven, is geen probleem. Maar wanneer je 100 cadeaus plotseling begint uit te delen, is er wat mis. Want dat is extreem, dat is niet meer goed. Want daar is er wat anders dat daar speelt. Dus deze overeenkomst gaan we zo meteen even afsluiten. Dat ik inderdaad terugkom naar district Koroni om de afdeling openbare werken op te pakken. De mensen van het district Koroni, de OE'ers, die hebben hun brief hebben gestuurd naar de president. Die brief is op mijn tafel. Ik krijg mijn aandacht. Ik ga komen met de personeelshervormingen. Jullie gaan allemaal werk krijgen. En we gaan kijken hoe we verder gaan met de mensen die een missieve hadden beschikken, et cetera. Maar feit is, je mag het weten, DC. En vertegenwoordigers hier, iedereen gaat werken. En als er wat OE'ers zijn die niet willen werken, toch, Isabas staan die 7 even, toch, is geen probleem. Dan ga je 50% van je salaris stoppen in het fonds van de DC voor die bus. Toch, want die bus, heb ik begrepen, moet schoolkinderen vervoeren. Zo belangrijk is dat ding. De schoolkinderen hebben prioriteit en dat heeft Bureau Eenheid ook gezegd. Toch? Dus wie niet wil werken, gaan we je salaris overdragen aan de DC. Dan kan je die bus beter inzetten. Schoolkinderen vervoeren. Het is een dure grap. Coroni naar Wageningen, Coroni Paramaribo. Toch? Dus ik ga zo ver gaan. Dat mag iedereen weten, maar niemand gaat zitten in Coroni met een gratis salaris van OE. Ik kan niet voor de andere ministeries praten, maar ik denk dat ze eens zullen zijn met mij. Toch, als je 5%, 10% moet inhouden, tempo van de zin, dan gaan we dat doen. Maar ik ga wel oplossing zoeken ervoor. Maar niemand gaat op straat hangen. Niemand. Toch, daarvoor ga ik erop letten. Het is onderdeel ook van het nieuwe beleid. De viering van VN Week in Suriname is op zaterdag 24 oktober 2020 afgesloten met een UN 75 High Level Intergenerational Dialogue. Hierbij hebben verschillende actoren met elkaar van gedachten gewisseld over het bereiken van de Sustainable Development Goals, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen in de nasleep van COVID-19. Beleidsmakers, jongerenorganisaties, het bedrijfsleven en de Sociaal-Economische Raad hebben hun visie hieromtrent gegeven. De Communicatiedienst Suriname brengt u een verslag van dit moment. Ik ben minister Krishna Mathura, minister van Defensie, en ik neem vandaag waar voor mijn collega van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, die afwezig is vanwege de dienst en vandaag niet hier aanwezig kan zijn. Nogmaals, goedemorgen en welkom bij deze belangrijke discussie, dialoog, UN 75 High Level International Dialogue, met als thema The Decade of Action, Achieving the SDGs in the Wake of COVID-19. Geachte participanten, vanwege de protocollen van COVID-19 moesten wij ervoor kiezen om de dialoog virtueel te houden en hier slechts met een beperkt aantal mensen aanwezig te zijn. Ik vraag uw begrip hiervoor. Omdat deze wijziging slechts kort geleden met u is gecommuniceerd. Deze conferentie wordt georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken
International Business en Internationale Samenwerking en de United Nations Resident Coordinator Office. Vandaag is een belangrijke dag voor de Verenigde Naties, want 24 oktober 2020 markeert een mijlpaal in het bestaan van deze wereldorganisatie. 75 jaar geleden is het handvest van deze organisatie in werking getreden en deze speciale dag wordt sedert 1948 herdacht. Zoals ik zei, de VN is opgericht in 1945 na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De oprichters, toen 51, waren van oordeel dat huidige en komende generaties bespaard moesten worden van de vreselijke gevolgen van oorlogen. Het handvest begint ook heel opmerkelijk met We the Peoples. In Nederlands is dat wij de volkeren. Opmerkelijk omdat de oprichters er sterk van overtuigd waren dat wij slechts door middel van gezamenlijke inspanningen de nobele doelen, waaronder duurzame ontwikkeling, internationale vrede en veiligheid en respect voor mensenrechten zouden kunnen bereiken. En daarin geloven wij nog steeds. Suriname heeft na haar onafhankelijkheid op 4 december 1975 zich met trots geschaard achter de idealen van deze organisatie als 144ste land. Anno 2020 bestaat de organisatie uit 193 landen, lidlanden van alle werelddelen. Ons land heeft dan ook vanaf de toetreding zich ingezet en een bijdrage geleverd om die doelen van de organisatie met ons dialoog te verwezenlijken. In de afgelopen jaren heeft de dialoog in de VN zich geconcentreerd rond een schaal van onderwerpen van ontwapening, dekolonisatie, milieu, gezondheid, rechten van vrouwen, kinderen, mensen met een beperking, ouderen, inheemse tot duurzame ontwikkeling. De dialoog vandaag tussen generaties is dan ook bedoeld om onder meer ruimte te creëren voor reflectie, voor uitwisselen van ideeën tussen jongeren en beleidsmakers, de Verenigde Naties in Suriname en het bedrijfsleven over vraagstukken aangaande de jeugd, inclusief hoe de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling te realiseren in de nasleep van COVID-19. Jeugdvertegenwoordigers van verschillende organisaties te bereiken en bijeen te brengen om ervoor te zorgen dat niemand wordt achtergelaten of ondervertegenwoordigd is, dat de stemmen gehoord worden. Om de committering van de regering van de Republiek Suriname en de Verenigde Naties ter zake het partnerschap en de samenwerking met de jeugd te herbevestigen. Ofschoon het aantal personen dat besmet is met het COVID-19-virus aan het afnemen is, blijven de maatregelen vanwege de overheid nog steeds van kracht. Zo heeft president Chandrika Prasad Santokhi bekendgemaakt in zijn COVID-19-statement op zondag 25 oktober 2020. Voor de komende 2 weken heeft het staatshoofd een tiental maatregelen afgekondigd. Eén hiervan is dat het uitgangsverbod thans is ingesteld van 10 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Wij voeren nu terug naar de toespraak van de president. Landgenoten, de algemene COVID-19-maatregelen blijven van kracht. 1. Draag uw mond- en neusbedekking. 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, ten alle tijden in acht. 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Vanaf maandag 26 oktober tot en met zondag 8 november gelden de volgende maatregelen. Maatregel 1. Het uitgaansverbod is thans ingesteld van 10 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2. Geen samenscholing,
van groepen groter dan 10 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zal er geen dispensatie worden verleend. Maatregel 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden. Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte. De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd, met inachtneming van de COVID-protocollen. Maatregel 4. Sportactiviteiten in de buitenlucht, zoals recreatief volleybal en voetbal, mogen plaatsvinden met inachtneming van de desbetreffende protocollen. Echter, zonder scheidsrechters en of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat de overige contactsporten niet zijn toegestaan. Maatregel 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel 6. Bordelen, bars, nightclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Maatregel 7. Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open, tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht. Verder zijn opengesteld markten, recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba, sport en of fitnesscentra. Contactberoepen zoals fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Maatregel 8. De grens via de lucht is uitsluitend beperkt geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Dit personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijke aard. Maatregel 9. Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaartprotocollen. Maatregel 10. Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht moeten thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is een verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven en of te bevinden. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.